echt dagen en nachten doorgewerkt. 400 zakken cement verwerkt. Enorm veel bouwcondensdrogers gehuurd. Waaiers waar je volgens kon staan dat je weggewaaid werd. Uiteindelijk hebben we het toch nog aardig voor elkaar gekregen. Het was nog wel een beetje te nat. Maar ja, ik denk toch wel voor de eerste keer leuke wedstrijden en heel veel bezoekers. Ja, we hebben ook de WK Oliepeil WK Goonriding. Dus als je erbij wil zijn met de Crazy Night, bestel vast kaart online. In principe zijn alle klassen zitten al vol. De animo voor het evenement is gewoon gigantisch groot. De hobbyklassen zitten gewoon binnen 2-3 dagen vol. De inters ook. Voor de zondag heb ik gewoon 34 hele goede rijders. Ben ik ook enorm blij om. Goede sponsors. Dan kun je ook tenminste een leuk evenement maken met leuk prijzengeld voor de rijders natuurlijk. En de baan zal nu wel een beetje droog zijn. Want het ligt al een jaar onder plastic te drogen. Het geweld is los! Terre Blanche 3! De designs en het ontwerp is ook door Freddy gemaakt. En er staat al op de website op www.indoorsupercross.nl. Daar zie je al een tekening van de baan. Het is aan de ene kant iets makkelijker, aan de andere kant wel spectaculair. Er zit wat meer dubbel en een triple gehalte in. Maar yes, we have it. Mike Kras natuurlijk, die is hier nu thuis bij mij aan het trainen is. Adam Chatfield. En voor de rest Jentel Martens, Jurgen Wiebo. Eigenlijk de goede toppers. Maar ook uit Zweden, Denemarken, overal vandaan. En voor de rest hebben we natuurlijk Stalman, Rinus van der Ven. Menno Awesome. Jack Brunel, die al genoemd, de Engelse. Jeffrey Meurs natuurlijk, No Mercy. Hij gaat vast weer uit de kleren, heb ik gehoord. Tenminste, van zijn sponsor Kenny heeft hij een extra setje kleren gekregen. Dus dat komt helemaal goed. Maar we hebben ook goede sponsors. Dus dan kun je ook iets doen en organiseren. Zo, Monster Energy is een sponsor van ons, alle importeurs. Ja, Ural Oil is ook een sponsor van het evenement. En heel veel mediapartners. En dan kun je ook iets leuks maken. En dan volgend jaar verder. Yeah.
Yeah.